Kunt u mij vertellen waar het zand hier op de vloer in de synagoge vandaan komt? Ja, het zand dat komt gewoon van de savanne. Het is wit savannezand. Waarom het op de vloer ligt? Ik heb verschillende uitleggingen gehad in de loop der tijden. En een van ze is, het moet ons doen denken aan de tocht door de woestijn. 40 jaar moesten de Joden door de woestijn lopen. Een andere bron die zegt, ten tijde van de Inquisitie moesten de Maranos, dat waren de mensen die Jood bleven, maar zeiden dat ze christen waren, die moesten hun Joodse bijeenkomsten in het geheim houden. En ze strooiden zand op de vloer om hun voetstappen verborgen te houden. Er is nog een uitleg die zegt van het is gewoon een goedkope vloerbedekking. Het dempt de geluiden. Maar wat ik er zelf van denk is dat het ooit eens begonnen is op Jodensavannen als brandpreventie. Het was namelijk zo dat in de vroegere tijden had men alleen maar kaarslicht en olielampen. En op Shabbat en feestdagen mocht je de lampen niet doven. En de kaarsen mochten niet uitgedaan worden. Dus na de dienst kon het wel gebeuren dat er een kaars of een olielamp omviel. Als dat op een houten vloer terechtkomt, heb je zo brand. Als dat in het zand terechtkomt, dan doof dat gewoon uit zonder verdere gevolgen. Die gewoonte die is dus meegebracht vanaf Jode Savanne naar de stad, omdat het na een paar generaties een gewoonte was geworden dat er zand op de vloer thuis hoorde. En ik denk dat deze gewoonte dus ook geëxporteerd is naar andere gemeentes in het Caraïbisch gebied. Voor zover ik weet heb je dit alleen in het Caraïbisch gebied, dat er zo'n dikke laag zand op de vloer is.